vandaag 22 november 2018. Wij zijn in Harmelen. En wij gaan naar de parking H2O. Dat is bij het zwembad. Hier heb je bordjes, ja? Ja. Bordje H2O. Dat is de Uithof 1. Ze hebben hier maximaal 3 plaatsen. En je mag hier maximaal 3 keer 24 uur staan. Bij het zwembad, dus als je van zwemmen houdt. We zitten hier vlak bij Utrecht. Ja, dat is op de fiets te doen, denk ik, hè, Utrecht. Ja. We zitten hier iets van 3,5 kilometer vanaf de meren. Dan ben je toch ook volgens mij zo in het centrum. Daar heb je een recreatiecentrum, H2O. Dan zal het daar zijn. Dit is een parkeerplaats hier, hè? Ja. Oh, ik zie ook al bordjes staan. Ja, ik zie al bordjes staan daar. En er staat een camper. Oh ja, er staat ook camper. Oh, dat is mooi. Het is hier een mixed parking, maar ja, als het s'avonds dicht is, dan staan hier natuurlijk geen auto's. Kijk daar, mooie kleur. Ja, 3 camperplaatsen daarachter. Wat zit daar nou weer achteraan? Iets met paarden, hè? Ik zie ja, het lijkt wel een manege. Horses. Een manege of zo erachter. Ah, dat is meestal ook redelijk rustig. En zo'n zwembad kan bij tijden natuurlijk wel wat druk zijn. Maar hoeft nog niet altijd zo te zijn. Ik weet niet of je nou over zo'n sterren of zo. Maar het zijn 3 plekjes. Ik denk over de, zoals hij daar staat voor. Ja, hè? Ja. Maar dan heb je heel veel ruimte tussen de campers. Hè? Dus dat is, ja, dat is niet verkeerd. Alleen dan zit ik even bij die lantaarnpaal. Dus ik blijf even zo staan. Nou, het is nou niet druk, dus dat kan wel even. Ja, als er een camper komt, kan die er ook gewoon neerzetten. Maar een mooie kleur ineens is. Dan staat de wind ook wel precies deze kant op. Maar je hoort de snelweg daar wel. Net zat er een vogeltje hier in de boom, die zat te fluiten. Dat was mooi om even te horen. Dat is dus de manege. Kijk, we staan hier nou zo. En ik weet niet of dat de bedoeling is hoor, maar ik denk dat het lijkt me even beter om dat zo nou te doen. Nou, 3x24 uur. Dat is duidelijk. Geen stroom. Kijken of er nog een vuilnisbakje is. Nee, geen vuilnisbakje, geen stroom. Maar wel een rustig plekje, tenminste op dit moment. Je hoort de snelweg wel een beetje, maar valt mee. Ik denk als je binnen zit, dat je niks hoort. Nederlands kenteken. Grappige kleuren, hè? Ik weet niet of ze thuis zijn. Ik zal maar niet aankloppen. Maar nu zie ik hier dus een pad. En dan loop ik even hier op wat dit is. Lijkt wel een... Nee, ik dacht eerst aan een ijsbaan of zo, maar dat is het niet. Het is gewoon een grasveld. Nou, kun je denk ik de hond even uitlaten. Wel een zakje meenemen. Alleen waar je dan moet laten, dat is natuurlijk de vraag. Hè? Ik loop even die kant op. Even kijken of hier nog iets is. Daar in de hoek heb je wel een volkstuin. Als ik hier zou overnachten, dan kan ik daar nog even vragen voor wat boerenkoffer in de smoothie. Nee, hier ook geen vuilnisbakje. Maar goed, je kunt hier dus, als je hond mee hebt... En dan hebben de meesten in de camper. Kun je dus nog eventjes de hond uitlaten. En als je zwembroek mee hebt en je wilt nog even douchen, dan kan dat hier binnen dus, hè, in het zwembad. Nou, het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat het hier echt heel erg druk is.
dat het geen mooie plek is om te staan. Maar omdat het nu dus waarschijnlijk geen mensen aan het zwemmen zijn, is het nu hartstikke mooi rustig hier. Daar nog een glijbaan. Een paar speeltoestellen voor de kinderen. Nou, voor een overnachting, prima, toch?